Steeds vaker helpen wij burgers de politie. Burgernet in Gelderland is een succes. Goedenavond. Plofkraken, maar liefst 4 vannacht en ook in Gelderland. Buiten was er niet, wel heel veel schade. Ja, gewoon een hele troosteloze aanblik. En een week na Parijs. Er blijven veel vragen en een simpele oplossing is er niet. Zelfs al zouden we dat helemaal in orde maken, dan nog blijf je Syriëgangers houden. Misschien bent u al aangesloten bij het Burgernet. Het systeem waarbij je een melding krijgt op je telefoon als de politie hulp van burgers nodig heeft. Bijvoorbeeld bij overvallen en vermissingen. Dat systeem is een succes in Gelderland. Het aantal mensen dat meedoet neemt toe, het aantal meldingen neemt toe. En wat vooral belangrijk is, het draagt echt bij aan het oplossen van zaken. Mike Kniest uit Serenberg is een van de nieuwe Burgernetleden. 9 december ging zijn telefoon af met een melding van Burgernet. Rondom de oude Doetinchemseweg zijn 3 personen overlopen en vermoedelijk bij een woninginbraak. Ik dacht dat de zaak dichtbij. Kniest besloot zich aan te melden uit nieuwsgierigheid nadat hij een reclamefilmpje voor Burgernet had gezien. Iedereen die een mobiele telefoon bezit of internet op telefoon heeft, kan dat doen. Dus ik denk, het is wel heel zinvol. Buiten zag Kniest de 3 jongens lopen die aan het signalement voldeden. Waar ik ze zag eigenlijk, dat was aan die kant van het pad. Eerst rustig gewacht als ze achterlangs waren gelopen, zodat ik ze goed kon zien. En daarna heb ik gebeld. Je hebt ze niet zelf gegrepen? Ik heb ze niet zelf gegrepen, nee. Ik laat dat maar niet doen. Nee, dat is te gevaarlijk, denk ik. Dus ik heb gewoon rustig aan de politie overgelaten. Wordt geadviseerd. En de politie wist uiteindelijk de 3 inbrekers na de tip van Kniest een eindje verderop bij deze trap aan te houden. Ja, het voelt fantastisch. Echt wel bijzonder, ja. Ja, zoals Mike Kniest zijn er steeds meer. Burgernet Gelderland heeft nu bijna 214.000 leden. En dat is bijna 23.000 meer dan vorig jaar. Als wij terugkijken, dan kunnen we constateren dat we zowel op het gebied van acties van Burgernet en op het gebied van deelnemers van Burgernet in het afgelopen jaar weer een groei hebben doorgemaakt. Ronkende resultaten voor Burgernet Gelderland. Zo blijkt uit het jaarverslag van Burgernet Nederland. Waren er in 2013 551 burgernetmeldingen. Vorig jaar steeg het naar 631. En leidde in 2013 de inschakeling van burgers tot een directe oplossing in 10% van de zaken. In 2014 is dat gestegen tot meer dan 11%. Dat wil nog niet zeggen dat we tevreden zijn, want dat zal uw volgende vraag waarschijnlijk zijn. Want wat we ook zien is dat met alle nieuwe dingen, dat gaat allemaal heel langzaam en soms moeizaam vooruit. Je spreekt met slagerij Pot. We reden net voorbij van de Zwartbaan richting de Dorpsstraat. Richting de Dorpsstraat. Dank u wel. Want in het zuiden van onze provincie is 1 op de 7 mensen aangesloten bij Burgernet. Op de Veluwe is dat veel minder. Vooral in het gebied Noord-Oost-Gelderland zijn er nog verschillende gemeentes die echt pas rond de 4-5% zitten. Een publiekscampagne moet daar verandering in brengen. En wilt u nu meer weten over hoe Burgernet het in uw gemeente doet? Dat kan. Op gld.nl staat een kaartje met alle informatie. Vannacht zijn er landelijk 4 plofkraken gepleegd bij ING-banken in Almelo, Weert, Beverwijk en in Arnhem. Of er nou een verband is, dat wordt nog onderzocht, maar opmerkelijk is het wel. Buit is er bij zo'n kraak zelden, maar de schade is groot. In de Arnhemse wijk Rijkerswoerd, waar het doelwit, de geldautomaat, tegen de supermarkt aanzit, is zoveel rookschade dat de winkel tot dinsdag dicht blijft. Vanmorgen vroeg om 4 uur alarm. Dus dan moet je gaan kijken en dan kom je ter plekke en dan zie je heel veel politie, heel veel brandweer. En dan weet je van dit gaat een andere dag worden als normaal. De pinautomaat die aan de buitenkant van de supermarkt zit, werd afgelopen nacht met explosieven opgeblazen. Door de ontploffing kwam er overal in de winkel rook terecht. En dat betekent veel schade. Ja, de schade is inderdaad echt enorm. Niet alleen aan het pand van de bank, maar ook in de nabijgelegen supermarkt. Volgens een eerste raming loopt de schade al in de tonnen. Ik hoorde het bij de marskramer vannacht. Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg dat dat nou hier ook al gebeurt. De schade is zo groot dat de hele winkel leeggehaald moet worden. En de plafonds zelfs vervangen moeten worden. Overal zit roet. Dus we zijn een aantal dagen dicht. En alles moet afgevoerd worden en moet opnieuw weer beleverd worden. We willen absoluut niet het risico lopen dat mensen het toch op wat voor manier dan ook binnenkrijgen. Dus voedselveiligheid in dit geval staat gewoon bovenaan. Mevrouw, hij is dicht, de winkel.
de winkel dicht. Oh, pech gehad. Jammer? Ja, jammer, helaas. Ja, dan ga ik naar Albert Heijn. Het is niet anders. Ze had hier lekker bier in de aanbieding. Vindt mijn man wel lekker, maar ja, zit er nou niet in. De bewoners van woonzorgcentrum Vredehof verheugen zich erop. Zij krijgen nieuwe huisgenoten, studenten. Heerlijk, een beetje leven in de brouwerij en jonge mensen. Spelletjes doen, lekker wandelen als het mooi weer is. Het scheepvaartongeluk op de Maas gisteravond kwam door een menselijke fout. Dat is de verklaring van de directeur van stichting De Maasveren. Hij heeft echt gewoon niet gezien. Het is een ander schip opvarend geweest. Die is ervoor doorgevaren, zeg maar. En die heeft even een tijdje het zicht ontnomen. En dat had hij op zijn radar wel kunnen zien, maar ja, niet opgemerkt. De veerpont botste op een vrachtschip. Het gebeurde op de Maas tussen Appeltern en Megen. Door de aanvaring raakten de kabels van de pont beschadigd. Of het vrachtschip schade heeft opgelopen is nog niet bekend. Bij de aanvaring raakte niemand gewond. De veerpont is nog steeds uit de vaart. Het is nog onduidelijk wanneer die weer vaart. Een gaslek in Elst aan de Nieuwe Aamse Straat. Daar werd vanmiddag een gasleiding geraakt bij wegwerkzaamheden. Omdat het ontsnapte gas vlam vatte, gooide de aannemer zand over het lek, wat een bijzonder beeld opleverde van brandend zand. De brand ontstond omdat ook een stroomkabel was doorgebroken. Dat zorgde voor kortsluiting. De straat is even afgesloten geweest, maar inmiddels weer vrijgegeven. Er zijn er twee van in Nijmegen. Een paardrijmanege voor mensen met een lichamelijke beperking en één voor mensen met een verstandelijke beperking. En die gaan nu samenwerken. En daarmee zijn ze het eerste regionale expertisecentrum voor aangepast rijden in Gelderland. Met een feestelijke optocht opent de manege hier in Nijmegen op de Sint Maartenskliniek. En daar horen ook cadeautjes voor de paarden bij. Aangepast paardrijden voor volwassenen en kinderen met een beperking is belangrijk, zoals voor de 11-jarige Tessa. Ik vind het ook wel leuk om een keer ergens anders op te zitten dan de hele tijd dezelfde houding. Het is natuurlijk ook vooral voor Tessa heel erg belangrijk dat haar spieren ontspannen. En dat gebeurt tijdens het paardrijden. Doordat de manege van de Sint Maartenskliniek nu samenwerkt met de manege van de Winkelsteeg, zijn er een hoop voordelen. Doordat we nu samenwerken, kunnen we dus alles bieden. Eerst kon je zeggen van ja, als je lichamelijk gehandicapt bent of als je een kind bent, dan pas je bij ons en anders pas je ergens anders beter. Nu past iedereen bij ons. Tessa rijdt nu een aantal keren per week paard. 3 keer in de week. Zou je nog vaker op het paard willen rijden? Ja. Het is alweer meer dan een week geleden. De moord op de makers van het weekblad Charlie Hebdo en de klopjacht op de daders. Een week die veel losmaakte, ook in onze provincie. Er waren herdenkingen, demonstraties voor vrijheid van meningsuiting, maar er was ook een rechtszaak tegen 2 Arnhemse seriegangers. Aanslag op de hele pers. Intimidatie. Het is nu de taak van de moslims. Het is hun verantwoordelijkheid dat zij opkomen. En niet de terroristen hun geloof laten hijacken. Een van onze basiswaarden waarop democratie en vrijheid berusten is aangevallen. Het raakt mij enorm. Sinds eergisterenavond heb ik heel erg veel pijn in mijn hart. De gebeurtenissen in Parijs vorige week kleuren hoe dan ook de wijze waarop vanuit de samenleving zal worden gekeken naar hoe zaken als deze worden behandeld en beoordeeld. Ja, waar we mee blijven zitten is de vraag hoe we omgaan met al die grote gebeurtenissen. En de wetenschap dat ook hier in Gelderland jongeren opgroeien die deel willen nemen aan een jihadistische strijd. Wat zijn de gevaren daarvan en kun je hier maatregelen nemen om dat te voorkomen? Het zijn vragen die we voorleggen aan islamoloog Joas Wagemakers van de Radboud Universiteit. Hier ligt dus Syrië, waarbij we goed in de gaten moeten houden dat dit kleine land hier Libanon is. Islamoloog Joas Wagemakers kent het gedachtegoed van veel jongeren die radicaliseren. Hij kent ook de groepen die in landen als Syrië strijden. Jabhat al-Nusra is zo'n groep waar Arnhemse jihadgangers sympathie voor hebben. Zal Jabhat al-Nusra een groep jongeren naar Nederland sturen en zeggen van nou ga daar aanslagen plegen met echt dat doel?
Ik denk dat ze dat niet zo snel zullen doen, omdat ze de handen wel vol hebben aan de situatie in Syrië zelf. Maar als er jongeren zijn die terugkeren naar Nederland en dat in naam van Jabhat al-Nusra in Nederland doen, dan zal Jabhat al-Nusra niet zeggen van, oh, dat hadden jullie nooit mogen doen, want dat gaat tegen onze principes in. Vaak wordt vanuit Nederlands perspectief naar de moskee gekeken, als hart van de islamitische gemeenschap en dus ook de plek waar je dit soort jongeren vindt. En volgens Wagenmakers trekken radicale jongeren vaak juist weg uit moskeeën. De imams die in die moskeeën werken, die preken geven daar, die zullen niet zo snel geneigd zijn om een radicale preek te houden, omdat ze weten dat een moskee natuurlijk ook een openbare gelegenheid is waar iedereen mee kan luisteren. En zelfs al zouden ze radicale ideeën hebben, dan gaan ze dat waarschijnlijk niet in het openbaar zo verkondigen. Bovendien is het zo dat als gevolg daarvan de jongeren vaak ook het idee hebben dat imams en moskeebesturen eigenlijk een soort, ja, verraders zijn en mensen die veel te veel gehecht zijn aan wat de Nederlandse samenleving wil. En dientengevolge gaan ze ook vaak niet meer naar de moskee, maar gaan ze gewoon op eigen houtje proberen om de Koran te bestuderen, zaken te leren met elkaar. En gaan ze met gelijkgestemde jongeren op een zolderkamer of iets ergens zitten. Maar waarom maken jongeren die opgroeien in Nederland, werk hebben en een baan, de keus om af te reizen naar oorlogsgebied? Je ziet dus dat er verschillende factoren zijn die ze trekken. Het helpen van de moslimbroeders en zusters daar, avontuur, het leven onder een islamitische staat, anti-Sjiïtische gevoelens misschien die men heeft tegen het Syrische regime. En tegelijkertijd zijn er ook pushfactoren die ervoor zorgen dat mensen weg willen uit Nederland. Dat kan zijn dat men zich hier niet thuis voelt, dat men het idee heeft dat men als moslim niet als volwaardig burger van de Nederlandse staat wordt gezien, dat men gediscrimineerd wordt, dat men geen band heeft met de Nederlandse samenleving in de zin van baan, opleiding, familie. En die laatste voorbeelden zijn volgens Wagenmakers de factoren die we hier aan kunnen pakken en daardoor ook voorkomen dat jongeren sneller radicaliseren en uitreizen. Zelfs al zouden we dat helemaal in orde maken, dan nog blijf je Syriëgangers houden. Omdat het een combinatie van factoren is en dat het niet aan één factor toe te schrijven is. Dus dat besef alleen al is denk ik heel belangrijk. Dat is één. En ten tweede is het denk ik heel belangrijk dat je moslims laat zien dat ze volwaardige burgers zijn van de Nederlandse staat. En daarover zal de komende weken nog veel gesproken worden. En dan iets anders. Op de 18e bij wijze van spreken bij je oma gaan wonen. Dat moet je je er ongeveer bij voorstellen. Studenten kunnen binnenkort in het Arnhemse woonzorgcentrum Vredehof gaan wonen voor een prikkie, maar daar staat wel wat tegenover. Hallo, ik ben Pim Schulten. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer Automotive Engineering op de HAN. En ik ga in een woonzorgcentrum wonen. Nou Pim, dit gaat je kamer worden. Heb je dan nog een speciale reden om hier te gaan wonen? Ja, mijn oma heeft hier 3 jaar geleden gewoond. En ik was er regelmatig, kopje koffie drinken, puzzelen en haar hele dag was weer goed. En dat ga ik zeker proberen over te brengen op de andere ouder. Betaal je hier nou een verlagende huur en heb je dan, moet je dan een tegenprestatie leveren? Ja, de tegenprestatie is dat ik 20 uur per maand vrijwilligerswerk ga doen. En ik betaal voor een kamer van 28 vierkante meter betaal ik 150 euro per maand. Mevrouw Wesselo, wat vindt u er nou van dat die studenten hier komen wonen? Heerlijk, heerlijk. Een beetje leven in de brouwerij en jonge mensen. Spelletjes doen, lekker wandelen als het mooi weer is. Want dan kunnen wij zelf niet meer en heeft de verzorging geen tijd voor. Dus ik vind het verrukkelijk. En zo passeren we dan de directeur die hier staat. Waarom doet u dit? Mevrouw Wesselo al zegt, het wordt er gezelliger van, levendiger van. En tegelijkertijd krijgen we ook een aantal kamers gevuld. We hebben een aantal kamers leegstaan. Dus de ene hand was de andere. Hele mooie combinatie. Maar wie gaat nou 's nachts het meeste lawaai maken? Ik durf daar mijn hand voor niet voor in het vuur te steken. Want ik kan me zomaar voorstellen dat als er een keer een feestje is, dat andere bewoners, ook als ze wat ouder zijn, zeggen van nou, ik blijf ook even wat langer hangen. Volgens mij wordt het heel gezellig. In februari komen de eerste 5 studenten. En dan het weer. Hoe ziet het weekend eruit en wordt het een beetje winter, Jordi? Ja, 's nachts kan het een beetje vriezen en af en toe kan er eens een sneeuwbui voorbij trekken. Maar ja, het zijn geen pakken met sneeuw die er gaan vallen, zeg maar. En tot een heuse vorstperiode leidt het allemaal niet. Maar goed, het herfstweer laten we toch achter ons. Vandaag eindelijk rust in de atmosfeer. De wind nam af, de zon brak goed door, de regen was vertrokken. Ja, het was heerlijk om buiten te zijn.
En ook de komende dagen zien er best wel goed uit, maar af en toe dus wel een winterse bui. Hier liggen die buien al klaar in koude luchtmassa's afkomstig van de Noordpool. En die komen uiteindelijk ook wel onze kant op, maar worden steeds afgewisseld door opklaringen. Nou, vanmiddag zaten we dan in een groot opklaringsgebied, zou je kunnen zeggen. Buien hier boven Noord-Holland en op zee. En die komen uiteindelijk ook over Gelderland heen in de loop van de avond en vooral komende nacht. Met andere woorden, dit is de verwachting voor komende nacht. Vanuit het westen enkele buien, soms met hagel en sneeuw. Heel lokaal kan die sneeuw blijven liggen. En na een bui kan de temperatuur zakken tot rond het vriespunt in de loop van de nacht. Dat betekent dat het plaatselijk glad kan worden. Morgen overdag, dan verdwijnt de gladheid. De zon breekt fel door, stapelwolken, ook wat andere wolkenvelden daartussen. Maar goed, in ieder geval brede opklaring. En op de meeste plekken tot de avond droog, wordt morgenavond vanuit het westen dan weer een aantal nieuwe winterse buien. De temperatuur stijgt morgen tot 6 graden. Dat is het maximum. En daarmee is het wat kouder dan vandaag. Er staat een matige zuidwestenwind. Zondag enkele buien met hagel en sneeuw. 4 graden wordt het nog wat kouder. En begin volgende week is het rustig weer met wolkenvelden, soms zon en wordt het nog iets kouder. Dit was Gelderland Vandaag. Burgernet in onze provincie is een succes. Er zijn steeds meer meldingen. Een groeiend aantal Gelderlanders helpt via Burgernet in onze provincie de politie. En dat leidt regelmatig tot oplossing van bijvoorbeeld overvallen en vermissingen. Tot zover. Meer nieuws op gld.nl en op onze app. Fijne avond, goede start van het weekend. Dag!